Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Liam gaat vandaag sowieso naar het schooltje toe, want die is al 2 dagen koortsvrij. Jordi is verkouden aan het worden, dus dat is even afwachten. En deze grote vent heeft koorts. Ja, en toch nog lachen. Toch nog lachen. En zeuren. Niels is al weg. Het is 7:30 nu. Ik ben al klaar met aankleden van Liam. Sam is grotendeels al aangekleed, maar omdat hij die koorts heeft, wil ik op het laatste moment pas de schoentjes aan doen. Jordi moet ik nog omkleden, maar die kan ik ook pas op het laatste moment doen. Dus eens even kijken en afwachten hoe dat alles gaat. Sammy is lekker te spelen. Ik heb net even mijn wenkbrauw gedaan. Die was nodig. Het waren net weerborstels. Dat is ook niet de bedoeling. Dus die heb ik even net gedaan. Voor de rest doe ik niet veel bijzonders vandaag. Nope. Ik doe het vandaag even rustig aan. Ik heb natuurlijk Sam die koorts heeft. Nou is het niet zo dat hij meer werk is. Ik denk dat Liam meer werk is dan dat Sam is als hij ziek is. Maar ik ben gewoon even van de afgelopen week. Dus ik doe het gewoon rustig aan. Ik heb even onze middelste etter opgehaald. En ik heb ze nu in bed liggen. Maar ik heb er een hard hoofd in. Want er gilt er eentje goed. We gaan het even aankijken. Ik had dus gehoopt dit nooit te hoeven doen. Omdat ik dus een week voorloop met mijn vlogs, had ik gehoopt dat ik het allemaal zou halen, redden, et cetera. Maar Liam is van de week natuurlijk ziek geweest. Ik had gewoon alles geëdit staan. Ik hoefde het alleen nog maar te uploaden. Ik ben ondertussen ook de kinderen aan het eten geven. Niels slaapt. Dus. Maar Sam is natuurlijk ziek. Die heeft koorts. Die heeft vanmiddag niet geslapen. Een hele hoop gezeik mee gehad. Over de zijkant gaan van last van koorts. Hij zat op 39,5. Inmiddels, hij eet wel gewoon, hij drinkt gewoon. Dat doet hij allemaal, maar hij is continu naar adem aan het happen. Dus ik had vanochtend al de huisarts gebeld. Van luister, zus en zo is gevallen. Hij heeft dit vaker al gehad. Is het niet mogelijk dat er silometazoline voor baby's wordt voorgeschreven? Kreeg maar geen antwoord. Nou, uiteindelijk heb ik een antwoord gekregen. Kon ik dus om 4:45 kon ik dus nog medicatie op gaan halen. Ja. Wat is er? Het is een vleesje. Je kan toch happen? Dus om 4:45 ik gouden kindjes klaargemaakt. Polderkar. Naar de huisarts. Of apotheek. Nou, zijn medicatie opgehaald. Gelijk gegeven. Nou zit hij lekker te eten, zonder dat hij al te veel last ervan heeft, gelukkig. Want het is gewoon hartstikke belangrijk dat hij wel gewoon vocht, et cetera, allemaal binnenkrijgt. Dus ja, daar ben ik wel heel suikerig in dat ze wel moeten drinken. Weet hij er niet in? Oké. Dus ja, ik ben kapot. Maar dan moest ik dus ook nog uploaden. En ik kan je vertellen, normaal heb ik ze allemaal tegelijk ziek. Prima, top. Even zwaar, doorbijten, je doet het. Nu is eerst Liam ziek, nu is Sam ziek en ik verwacht dat hij de volgende is. Bovendien is op dit moment Jordi zijn buikpijn ook niet om naar huis te schrijven, want dat is ook niet leuk. Dus al met al, ik zeg het niet altijd in de vlog, maar ik heb het momenteel even zwaar. Ja, en ik weet dat jullie dit pas een week later gaan zien. Maar dat vind ik ergens ook wel prettig. Soms is het gewoon zo dat er 's avonds een kindje wakker is als hij ziek is. Zoals nu. Hij ligt nu lekker een flesje te drinken. En zo dadelijk geef ik hem even een drankje voor zijn keeltje. En dan gaan we het zien. Goedemorgen. Daar zit Sammy.
We hebben Liam een schooltje gebracht. Moeten we straks weer ophalen. En Jordi mijn fysio gebracht. Die gaan we nu ophalen. Ik heb boodschappen gedaan in de tussentijd. Nee, die ga je er niet uitduwen, mafkees. Met Sam gaat het niet zo heel goed. Vannacht is hij verschillende keer wakker geweest. Nu lijkt hij wel weer vrolijk. Maar ja, we gaan het zien hoe het allemaal loopt. Jordi heeft vannacht ook heel veel buikpijn gehad. Dus hij is ook vaak wakker geweest. Dus we hebben een beetje een helse nacht gehad. Nou ja, kan gebeuren. Nou, eindelijk heeft iemand zich overgegeven. Ik moest even een luier weggooien. Want hè, dat moet ook gebeuren. Maar Jordi, die was heel even doorgelekt. Dus die heb ik even verschoond. Hoppakee. Maar hier, kijk. Hij heeft zich overgegeven. Hij ligt nu al 3 kwartier te slapen ongeveer. En ja, 11:45 moet ik Liam gaan halen. Ik had even een vriendin aan de lijn. En was ik even mee in babbelen geweest. En ja, hij heeft koorts. Is niet lekker. Ik had eigenlijk met hem net zo consultatiebureau, oh echt al die woorden, moeten gaan. Maar die heb ik afgebeld omdat hij dus niet lekker is. Dus ja, we gaan het allemaal wel zien hoe het loopt. Ik weet het ook niet. Ja, dat. Liam wil niet slapen. Nou, dan zit hij daar. Sam ligt op de bank te slapen. Heel schattig, ik moet hem even goed gaan leggen. Ik ga ondertussen eten maken. We eten een keer een pak kip piripiri, vind ik lekker. Dit kun je ook zelf maken, daar heb je zin in. Dus vandaar. Jordi heeft in bed gelegen, hij is uit bed gekomen. En meneer heeft verhoging. Dus ik vrees dat hij nu de pineut is. Dus Liam eerst, daarna Sam, die is nog steeds wel Rico. En Jordi is nu aan de beurt. Yay! Niels? Die liggen er op bed. De kinderen? Yes! En ze, het is aardig rustig. Ja, Jordi is wel wakker van slaapvorsje hoor ik. Mm-hmm. Maar het gaat oké. Okay. We hebben ze gedoucht. We zijn ze goed van opgeknapt. In ieder geval Sam wel. Sam is er van opgeknapt, ja. Want ik heb echt snot eruit zitten trekken, jongen. Mm-hmm. Die had op een gegeven moment echt... Ja, het klinkt heel vies, sorry. Maar het... Een hele slierte. Dus ik iedere keer weghalen en dan kwam er weer een nieuwe aan. En dan had hij op een gegeven moment zat hij zo te doen. Dus ja, ik denk dat we daar wel goed aan hebben gedaan. Jordi is een twijfelgeval met hoe hij zijn eigen voelt. Hij heeft paracetamol op, et cetera. Maar ik kan dat altijd zien aan Jordi zijn huid als hij ziek aan het worden is. En zijn huid ziet er zo uit, zeg maar. Ik kan het niet uitleggen, maar dan heeft hij een soort van visgraadachtig iets, is daar Niels. Mm-hmm. Als zijn huid er zo uit gaat zien, heeft hij verhoging, koorts, dat soort dingen. Ja. Dus, koortsbultjes lijkt het ook wel op. Nee, het zijn geen bultjes, het is echt visgraad op zijn huid. Ja. Dus het ziet er heel raar uit. Ik probeer het in de loop van de dagen wel een keer eventjes vast te leggen als ik het zie. Of als het me lukt, zeg maar, als hij dat toelaat. Dus ja. Liam gaat op zich prima. Die snottert een beetje en that's it. Sam, ik denk dat die over het ergste heen is. Nou, Jordi nog. Mm-hmm. Toppie. Goedemorgen. Die was al op tijd wakker. Die was niet lekker. Liam en Sam, daar heb ik eigenlijk wel oké mee. Dus ik hoop dat het met hem ook met een paar dagen weer een heel eind beter gaat. Sam die had zaterdag verhoging gekregen, zondag, maandag, dinsdag, woensdag weer een stuk beter. Tenminste, tot nu toe. Dus we gaan het zien. Even denken, het is vandaag... Gisteren is hij ziek geworden, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag. Ik hoop het.
hoop het. Maar we gaan het zien. Laat hem even lekker slapen. Inmiddels is Jordi alweer wakker. Het is zijn eerste paracetamolletje er alweer in zitten. Jordi die krijgt nooit zetpillen. Want dat heeft met meerdere dingen te maken. De opname is anders als dat die zou moeten zijn. Omdat hij natuurlijk geopereerd is in het verleden. Er zit nog een centimeter, anderhalf centimeter van zijn begin, zeg maar. Van de endeldarm. En daar zit de dikke darm op aangesloten. Dus de opname is anders. Bovendien is het zo dat als ik een zetpil erin stop en ik steek hem niet goed genoeg, kan ik de darmwand beschadigen plus de rand waar alles toen de tijd gerecht is. Dus kun je het litteken kun je ook nog eens aantasten. Dat is allemaal niet de bedoeling, dus dat gaan we niet doen. Dus Jordi krijgt alles vloeibaar in zijn fles, want hij gaat het never nooit niet zo drinken. Het is een dingetje. Kan ik je vertellen, je moet er hard voor werken om het er binnen te krijgen. Maar als het eenmaal zover is, zeg maar, ja, dan lukt mij dat altijd wel. Ik heb wel zomaar foefjes. Dan laat ik die niet zien, want ik vind dat dat privé is voor Jordi. Dus vandaar. Er zijn gewoon een aantal redenen waarom dat hij het vloeibaar krijgt. Het is beter voor Jordi. Wat je wel hebt is als jij een zetpil geeft, dan heb jij makkelijker een plafond, zeg maar, van hoeveelheid in je bloed zit, zodat dat werkt. Mijn ervaring is dat het hierbij iets langer duurt. Maar als je eenmaal dat plafond hebt bereikt en je vult het gewoon aan, zeg maar, om het even simpel uit te leggen, dan werkt deze weer beter. Mijn mening, mijn idee. Omdat het ook een constante dosering is die je geeft. En ja, ik weet niet. Dat is mijn ervaring. Dus ja, dat is wat ik even wil melden. Ja, wat ik allemaal ga vloggen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Sam zijn eigen iets beter voelt. Liam, die is ook die is nog wel aan het snotteren, maar het gaat wel goed. En ja, we gaan het gewoon zien hoe het loopt. Meer kun je niet zeggen. Inmiddels zijn de kinderen in bed geweest. Ja, Sam ligt nog te slapen. En is Liam wakker, Jordi wakker? Hebben ze ook al gedronken? Ze hebben ook al gedronken. Wat wil jij? Nee. Wat wil jij? Wil jij iets te snoepen? Of wil jij Debbie kijken? Wil jij die kijken? Nee. Wil je die kijken? Ja, die. Ja, wil je die? Zullen we mama hem aanzetten dan? Dit is mijn zelfgemaakte poppenkast. En Jordi is dus ook wakker. Ik ga eens even kijken of ik het vast kan leggen. Hoe dat zijn huid eruit ziet. Of dat ik het op camera krijg. Hier heb je zijn been. En als het goed is, zie je een soort van visgraat erop. Met donkere plekjes. Zie je dat? Dit is zijn bovenbeen hoor. Dit is verder niks apart. En als je op zijn huid drukt, dan zie je ook dat er witte plekjes op blijven staan. Maar je ziet een soort van graad op zijn been zitten. Nou, zo moet je het eigenlijk zien over de hele huid van Jordi, van zijn hele lichaam. Alles eigenlijk wel. Als Jordi koortsverhoging heeft, dan heeft hij dus zo'n huid. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon zo, maar zo herken ik het wel bij Jordi. Hij is momenteel niet kou of wat dan ook. Hij heeft wel verhoging, maar hij heeft ook alweer paracetamol gehad. Dus, toppie. Een goeiemorgen. Vanochtend heeft Niels Liam wat gebracht. Ik ben dan eventjes naar de winkel geweest. Met Jordi en met Sam. Want Jordi wil momenteel niks eten, niks drinken, etc.
Maar ik heb altijd één ding wat hij wel eet en dat is dit. Aardbeien met yoghurt en muesli. Hoe ziek hij ook is, dit lust hij altijd. En meestal krijg ik daarna wel weer iets bij hem naar binnen. Dus dat geef ik hem nu. En daar heeft hij al een potje van op. Dus dat is prima. Hij heeft gelukkig ook al een fles oranje op. Deze heb ik net gevuld. Voor het geval dat, want ik blijf hem iedere keer voeren. En ik heb ook mijn boerenkoolstamp heb ik al klaarstaan dat die aan is. Dus ik ben er ook weer op aan het wachten. En dan moet ik zo dadelijk Lian weer ophalen. Maar ik heb een probleem. Tada! Dat is mijn probleem. Dus die moet ik zo weer wakker maken. Dat dus. Maar goed, ik ga heel eventjes met hem aan de gang. Dat ik hem in de bolderwagen heb, et cetera. Ik moet natuurlijk niet de croissantjes vergeten. En dan is het weer een kwestie van gaan met die banaan. Alles ligt in bed. Nu heb ik rust. Even pauze. Sam die slaapt al. Verder moet ik eventjes kijken hoe het allemaal loopt. Het is even pittig vandaag. Ik heb niet veel gevlogd. Jordi wil niet drinken. Hij wil niet eten. Net met avondeten de kindjes ook niet. Diezelfde probleem. Niels is bijna thuis. Dus donderdag is altijd later. Ik dacht laat ik maar boerenkool maken. Nou, normaal vindt Jordi dat geweldig. Twee happen. Dat was het. Dus ja, we gaan wel kijken hoe we gaat. Niels is bijna thuis. En dan neemt hij het maar lekker even over. Want ik ben even beu. Ik ben echt klaar. Een half uur geleden ongeveer is Jordi wakker geworden. Met heel veel kawaal, zeg maar. En Niels is daarbij gaan liggen. Want ik heb al de hele dag mama dingen gedaan. Dus Niels zei van ik doe dat wel. Bovendien was ik heel eventjes mijn nagels aan het doen. Ik wil even een ander kleurtje enzovoorts. Even Mandy tijd. Daar ben ik nu mee klaar. Ik ga nu lekker even een kop thee drinken. Dat ben ik nu aan het maken. En dan ga ik daar naar bed. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende.